Wat te doen in april? Nou, eigenlijk heel veel. We gaan het even hebben over de vijver, over het gras en over vooral snoeien. Want alles begint natuurlijk nu uit te lopen. Kijk hier naar de hortensia's, kijk daar achter mij, heb je de clematissen en zo. Maar dat wil niet zeggen dat je niet mag snoeien. Want op het moment dat er al blad aan begint te komen en je vindt zo'n plant nog veel te groot. Neem bijvoorbeeld deze hortensia, die is best wel hoog nog. Als zou je die voor de helft of voor een derde terug willen knippen, doe gewoon. Uiteindelijk begint hij dan hier verder op uit te lopen. Dus het maakt allemaal niet uit. Niet te moeilijk denken. Maar krijgt hij dan wel bloemen? Als jij niet te diep knipt, je haalt een derde tot de helft van de lengte weg. Kijk, als ik deze tak neem, deze, en ik zou hem hier wegknippen, dan gaan deze uitlopen en er komt zeker nog weer bloemen op. Als je de bovenste knop uit laat lopen, krijg je hele grote bloemen. En die zijtwijgen, die gaan meerdere bloemen geven, die zullen dan ietsje kleiner zijn. Het verschil zie je bijna niet. Achter mij staat een olijfwillig, een Elaeagnus, een wintergroene plant. Begint enorm uit te lopen op dit moment. Hier, daar zit nog een scheut van vorig jaar, die is bijna 3 meter lang. Zit het in de weg, knip het gewoon weg. Niet moeilijk doen, of het nou je olijfboom is, of het is je vlinderstruik, of alles wat te groot is, knippen. We zitten helemaal voor aan het groeiseizoen. Dus alles wat je nu weghaalt, prima, daar hoeft hij zijn energie niet meer in kwijt. Vervolgens gaat hij alle zijtwijgen die er blijven zitten, daar gaat hij versneld op uitlopen en ook gewoon weer op bloeien. Dus niet te bang zijn om te snoeien in april. Gewoon doen. Maar er is ook wel iets wat je niet mag snoeien, neem ik aan. Heel goed, Kaat. Ja. Heel goed. Nou, niet mag. Slim om niet te doen. Kijk, achter mij, daar heb je een clematis. Die hele dikke borst daar, dat is een clematis montana. Dat is een vroegbloeiende clematis. Zeker ook covid-kapper dicht. Als je die gaat snoeien nu, dan ben je natuurlijk alle bloemen kwijt. Uiteindelijk zou het wel mogen, hij gaat toch wel uitlopen. Maar bij de clematis montana kan je beter even wachten tot na de bloei. Of je pakt hem van het najaar op het moment dat het blad eraf is. Dus die zou ik in april niet snoeien. Dat is een van de weinige dingen in ieder geval. Even over de vorstschade. Oh, ja, daar kom ik naar je toe. Ja, vorstschade. Ja, even over de vorstschade. Kijk. Je ziet het blad voor de hortensia, dat loopt ook altijd wat eerder uit. En we hebben nachtvorst gehad. En dan zie je dat die blaadjes gaan omkrullen. Er komen wat lelijke vlekken komen erop. Het is allemaal niet zo heel spannend. Het is even een rot gezicht. Maar uiteindelijk, als dit door gaat groeien, dan overgroeit dat wel een beetje. Natuurlijk, die schade blijft wel een beetje zichtbaar in. Maar hij maakt nog veel meer blad en de bloemen komen erop. Uiteindelijk zie je het niet meer. Vind je het nou heel lelijk, dan knip je toch gewoon weg. Datgene wat je laat zitten, loopt verder uit, gaat die zeker weer opbloeien. Geldt het ook voor de andere struiken, camellia's en... Nou, er zijn een aantal planten. Kijk, hier bijvoorbeeld achter mij heb ik een taxus. Ja, die heeft geen last van voorschade. Wat bijvoorbeeld wel voorschade kan oplopen, is bijvoorbeeld de Viburnum tinus. Dat is die wintergroene sneeuwbal. Die staat ook in de winter te bloeien. Waarschijnlijk nu nog in jouw tuin. Als die vorst krijgt, zo vroeg in het voorjaar, dan kan hij ook een beetje beschadigen. Wacht het rustig af. Over een paar weken zie je precies welk blad beschadigd is geraakt. Knip je dat weg. Het groeiseizoen is nog heel lang, dus hij overgroeit dat ook weer makkelijk. Maar ja, het is niet mooi, maar het is ook geen ramp dit, hè? Siergrassen kun je ook nog net terugknippen als je een beetje begin april zit. Alle bladverliezende, eigenlijk vergelende siergrassen, zoals de Pennisetum, knip je zo kort mogelijk terug. Je ziet hier al dat hij weer begint uit te lopen. Heb je nou wintergroene siergrassen, zoals vestuca's, glauca's, carexen, pampasgrassen, de cortederia, dan denk je, wow, dat is groen, kan ik niet wegknippen? Ja, kan wel. Als dat lelijke punten heeft, of het is vergeeld blad, of het heeft wat vorschade opgelopen, zelfs wintergroene siergrassen kun je in april nog prachtig kort knippen. Dan moet jij eens kijken, in juni staan ze weer als nieuw bij. Ligt een boot in de vijver. Ja, is een ongevalletje hier. Kijk, dit mag nog net, hè. Dit soort dingen uit je vijver vandaan halen. Maar voor de rest, laat je hem met rust, hè. De vissen die erin zitten, die hebben een hele lange winter achter de rug en hebben hun reserves een beetje opgebruikt. Die moeten dus eerst weer aansterken. Geef die vissen even de tijd om dat te doen. Dus kleine dingen mag je wel wijzigen.
planten mag je eventueel nog terugknippen, als dat nodig is. Maar geen grote werkzaamheden in die vijver. Want dan wordt die heel troep, wordt die heel smerig en dan krijgen die vissen echt last van. Dus grote werkzaamheden pas juni, juli. April is ook echt de grasmaand. De bodemtemperatuur loopt op, sowieso wordt het warmer. Het is nog wat vochtig, dus dat gras dat groeit extreem snel. Dus we moeten sowieso elke week minimaal één keer per week maaien. Het liefst ietsje frequenter. Want hoe korter je de tussentijd tussen het maaien houdt, des te kleiner is dat stukje gras wat je eraf maait. Dat zakt dan mooi ertussen en dat zet zich om tot voedingsstoffen. Hoe langer je wacht, hoe langer het gras en dan gaat het eerder verstikken. Het is ook de maand van het verticuteren. Het is de maand van het doorzaaien. Opnieuw inzaaien kan. Graszoden leggen kan. Kanten steken moet. Gras trimmen enzovoort enzovoort. Voeden. Voeden. Heel goed. En daar zit ook een logica in, hè. Als jij op een gegeven moment je gras echt een hele grote beurt moet geven, dan ga je hem eerst maaien. Als het lang is, voer je dat af. Stap 2 is verticuteren. Stap 3 is dan doorzaaien of delen opnieuw inzaaien en een beetje inharken. En stap 4 is dan water geven en voeden. Dat laatste absoluut niet vergeten. En om de hoeveel tijd moet je voeden dan? Ja, jij loopt al weg. Maar... Ja. Ik dacht dat ik klaar was. Om de 8 weken ongeveer, 8 à 9 weken, doe je er opnieuw voeding bij. En op zo'n seizoen zit je dan op 3 à 4 keer voeden. En kalk niet meer? Nou, als je op een hele zware grond zit, kan je ook nu rustig nog een keertje kalk strooien. Dat is prima. Ik bedoel, kwaad doet dat niet. Het heeft soms een klein beetje tijd om in te werken. Maar ja, het hele groeiseizoen komt er nog aan. Dus als je op een zware grond zit, dan is kalk goed om de structuur wat te verbeteren. En als je op een wat zuurdere grond zit, als je in een bosrijk gebied zit, ja, dan heb jij een wat zuurdere grond automatisch. Dan zou je er juist wat meerdere keren per jaar zelfs kalk overheen kunnen strooien om die zuurgraad een klein beetje omhoog te krijgen. Aha, was gewoon een hele goede vraag, was dit. Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar het was best een hele goede vraag. Ja. April is ook de maand van het snoeien van de olijfboom, indien nodig. Want als hij voor jou prima is, je wilt hem groter hebben of hij is mooi compact of hoef je hem niet te snoeien, hè? Prima, laat je hem lekker gaan. In dit geval is het de bedoeling dat het een beetje een bolletje blijft. Je ziet hier die langere scheukjes bovenop zitten. Nou, knip daar gewoon een stukje van weg, dan hou je hem net een beetje tegen, gaat hij wat meer vertakken, hou je hem wat compacter. Hier binnenin is hij wel een beetje kaal. Nou, ten eerste zit er wat doodhout in, kijk hier. Dit soort twijgjes zit geen leven meer in. Als je daarop gaat krassen, dan zie je dat het bruin is. Dat moet groen zijn. In dit geval is het bruin, dat leeft niet. Dus al dat dode hout kun je wegknippen. Maar als je deze olijfboom weer eens helemaal compact zou willen hebben, dus dat hij ook hier middenin weer allemaal mooi groen blad heeft, dan zit er maar één oplossing op, hè. Dan is heel kort knippen, allemaal twijgjes van zeg maar 10 centimeter, dan is hij helemaal kaal in het begin, in april. In mei zie je de knoppen komen, in juni zit hij alweer een beetje in het blad. En als je nou ongeveer een half jaar verder bent, tot een jaar, want het duurt wel heel even, dan is hij weer prachtig mooi compact, helemaal rond. En dan kan je hem weer een paar jaar laten gaan, totdat hij weer te ver is en te kaal wordt en dan doe je het opnieuw. Nou, in dit geval ga ik alleen dooihout eruit halen, maar dat je maar weet dat het kan. Niet bang zijn om te snoeien. Wat moet er nog meer in april? Nou, april is ook echt de maand om vaste planten te planten. Want die zitten helemaal aan het begin van het groeiseizoen. De tuincentra's staan er echt helemaal vol mee. En datzelfde geldt natuurlijk voor het aanplanten van eenjarigen. Voor in je potten en je bakken, je hangingbaskets, de kuiplanten. Kortom, het is ook planttijd.